Voorzitter, dank. Twee moties van onze kant. De Kamer gehoord op raadslaging constateren dat de afgelopen week op demonstraties de Engelstalige leus te horen was dat Palestina van rivier tot aan de zee vrij zal zijn. Spreekt uit dat deze leus vernietiging van de staat Israël propageert en derhalve een oproep tot geweld is. Gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Van Hagen en de heer Epping. En de Kamer gehoord op raadslaging constateren dat vanavond in de plenaire zaal oproepen tot antisemitisme te horen waren, spreekt uit dat in de Kamer geen plek is voor jodenhaat en gaat over tot de orde van de dag. Eerdmans van Hagen, Epping. Dat is een vraag van mevrouw Simons bij N. Voorzitter, ik ben de hele avond bij het debat aanwezig geweest. Ik heb niets gehoord van wat de heer Eerdmans hier beweert. Hij heeft het eerder gehad over een uitspraak, iets met een rivier en een zee. Dat is een uitspraak waarvan de Nederlandse rechter al heeft besloten dat het een uiting is van vrijheid van meningsuiting, dat je dat kunt zeggen. En nu wordt hier beweerd in deze Kamer, en ik zou graag willen weten, want als er hier vanavond antisemitisme gepropageerd is, dan ben ik de eerste die daar tegen in opstand wil komen. De heer Eerdmans. Dus ik ben heel erg benieuwd van wie de heer Eerdmans vanavond oproepen tot jodenhaat heeft gehoord. Ik ben blij dat u uw naam onder mijn motie zal zetten. Dat is de eerste constatering. Ten tweede ben ik blij dat u de mond is gesnoerd door de voorzitter vanavond en de collega Van Baarle idem dito, omdat die uitspraak wel degelijk antisemitisch is en ook zo wordt beleefd. Ik heb de minister-president dat horen zeggen ook. Dat is door velen gezegd. Ik heb vanavond een app gekregen van het CAO hierover met waardering en blijk van respect naar de Joodse gemeenschap dat wij deze vreselijke, onbeschofte, onfatsoenlijke, intolerante uitspraak die de heer Van Baarle hier deed en door u werd ondersteund, niet toestaan. En dat wil ik graag uitspreken in deze motie. Tot slot, mevrouw Simons. Tot slot zou ik graag willen opmerken, voorzitter, dat nog de heer Eerdmans, nog de heer Rutte recht spreekt. En dat als een rechter recht spreekt en zegt, wat u heeft gedaan, burger, dat mag wel of dat mag niet, dan is dat wet. Dan is dat recht. Dus als een rechter in ons land beslist dat bepaalde woorden geen enkele oproep zijn tot haat jegens wie dan ook, dan is het niet aan de heer Eerdmans om te besluiten dat dat anders is. Dank u wel, de heer Eerdmans. Dat is net zo min aan mij als aan u, maar de interpretatie wordt beleefd door heel veel mensen in Israël en daarbuiten dat dit een oproep is tot het laten verdwijnen van het Joodse volk, namelijk van de rivier tot aan de zee. En dat is wat hier is uitgesproken en zo wordt het exact geïnterpreteerd en zo zullen de mensen u dat ook zeer kwalijk blijven nemen als u achter die uitspraak blijft staan. Ja. Dank u wel, meneer Eerdmans. Dank u.